Goedenavond, traders. Dit is het marktcommentaar van zondag 8 september. Het is nu 7:15 in de avond. Een beetje ongebruikelijke tijd, want ik kwam er vrijdag achter. Had ik natuurlijk moeten weten, maar had ik even niet aan gedacht dat ik dit weekend plannen heb en ik ben pas net terug. En met een beetje gezonde tegenzin, want ik had er eigenlijk niet meer zoveel zin in, ga ik dan toch dit marktcommentaar inspreken, want er gebeurt toch nog wel een en ander op de markten. De markten ontwikkelen zich toch wel conform de analogie van 2007. En dan vind ik het eigenlijk wel zo netjes om een beetje on top of the news te blijven, als het ware. Goed, we gaan beginnen met de Dow. Links de dag en rechts de week. En je ziet dat wij nu in de dagcyclus, we tellen nu 24 bars, de dalingsfase hebben. Dus dit is in principe een bullish cyclus. Waarom? Omdat we vrij laat de cyclustop hebben ingezet en wij ook vrij fors zijn gestegen. Sterker nog, we hebben zelfs net wel een nieuwe all-time high gemaakt, maar we hebben in ieder geval die top evenaard. En dat is een beetje de analogie van 2007, die eigenlijk als volgt ging. We hadden die grote daling, we konden terug naar die top. Om daar al dan niet een nieuwe top te zetten of net niet, dat is niet zo heel wezenlijk van belang. En dan vervolgens te beginnen aan de grotere correctie naar beneden. Nou, nu zie je dat wij aan het einde van deze cyclus twee hele grote bars hebben. Voor de Dow is dit nog niet schrikbarend. Hoewel dit wel flinke bars zijn. Maar je zou kunnen zeggen, nou, dat lijkt een beetje op dit verhaal, 50% correctie, nog niet eens. Als we nu weer omhoog gaan, dan kunnen we in principe weer die highs testen. Nou, we gaan zo meteen kijken in de Nasdaq, waar dat plaatje toch wel wat anders uitziet. Op weekbasis zien we mogelijk inderdaad die dubbele top. Dat is heel goed mogelijk, maar om daar dus een vervolg aan te geven, hebben we dus nog meer nodig. En wat is dan dat meer wat we nodig hebben? Nou, dat is het vervolg wat we hierop hebben. En daar heb ik in de afgelopen vlogs natuurlijk ook uitgebreid over gesproken. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dit is nu een dubbele top. Prima. Dus we zitten op het spoor van de analogie van 2007, die dubbele top. En dan beginnen de grote correctie. Oké. Tot zover goed, maar er zijn natuurlijk in de laatste jaren meerdere dubbele toppen geweest. Hè? Kijk, dit is ook een dubbele top geweest en daarna heeft die correctie niet doorgezet. Dus niet elke dubbele top betekent dat wij nu een grote daling gaan krijgen. Wat is nu van belang? Wil het maandcyclusverhaal gestalte gaan krijgen? Nou, dat is nu het vervolg. Wat gebeurt er nu na deze dagcyclus? Kijk, ik ga ervan uit dat deze dagcyclus nu zo'n beetje tegen het einde aan zit. Dat betekent dat we mogelijk vrijdag de low hebben gezien. Persoonlijk denk ik dat we maandag de low zien. Waarom? Omdat als je vrijdag altijd een flinke daling hebt, dan zie je maandag meestal een tijdelijk vervolg daarvan. Al dan niet dat we zeg maar zo'n bar krijgen. Dus een nieuwe low en dan vervolgens zo'n bottoming tail bar. Dus ik ga ervan uit dat wij de dagcyclusbodem, dat we die nu spoedig gaan zien. Nou, en of dat nou maandag is of vrijdag is geweest of dinsdag, dat is niet eens zo heel erg van belang. Van belang is wat we dus daarna gaan doen. Dus even een bullish en een bearish scenario. Het bullish scenario zou zijn als we daarna, dus dit is de cyclus, als we daarna gewoon vrij spoedig weer nieuwe highs maken en dan die uitbraak hierboven 1 en 2 gaan forceren. Ik denk dat dat scenario, gezien
waar we naar de Nasdaq kijken, gezien naar de maandcyclus zometeen waar we dan naar kijken, dat minder dan 50% kans heeft op dit moment. Mijn voorkeursscenario op dit moment is eigenlijk dit scenario. Dat we dus, laten we zeggen, hier bodemen of voor mij wat iets lager. Nogmaals, dat is niet echt relevant. En dat we dan op weg gaan naar een lagere top, die in principe dan tussen bar 3 en 8 wordt gezet. Omdat een bearish cyclus meestal een top laat zien tussen bar 3 en 8. En dat we dan dus een lage top zetten en dat we dan beginnen aan een nieuwe leg van die correctie. Dus dat we eigenlijk dit zien en dan dit. En dat zou dus qua positie betekenen dat je dus op zoek naar die lage toppen, stel je krijgt hier dan zeg maar waar groot groen uitneemt, dat je daar dan een short positie zou kunnen innemen. En je weet, ik ben groot voorstander van short positie op de tweede leg, als ik dat noem. Kijk, dit is natuurlijk een interessant moment om een short in te nemen. Waarom? Je neemt een short in op een setup, op een locatie weerstand, de vorige top hier. Maar stel, moet ik anders zeggen. De meeste dalingen van grotere orde kun je in de eerste fase, hier in deze eerste leg, nog niet zien aankomen. In ieder geval niet voldoende. Dus dat heeft ook helemaal niet zo heel veel zin om hierop al te speculeren, want wie zegt dat dit de eerste poot is van een grotere daling in plaats van de eerste poot van, of de poot van een normale correctie neerwaarts. Dus daar willen we in principe niet op gaan speculeren. Nou was dat hier een uitzondering in die zin, laat ik zo nog even zien, omdat we hier die dubbele top hadden. Dus je hebt een locatie, dus einde weerstand, maar dit is in algemene zin. Als je dus wilt inspelen op een grote correctie, dan doe je dat dus op die pullback, op die mogelijk lagere top. Want dan weet je ook, dan zie je hoe de beweging omhoog verloopt, correctief of impulsief. Dus als dit met overlappende structuur gaat, dan een beetje zoals dit verhaal, of zoals dit verhaal, dan weet je gewoon dat de aard van de marktstructuur gewoon aan het veranderen is. En dan kun je hier eigenlijk met een vrij low risk en short positie nemen. Dat is eigenlijk mijn hoofdscenario. Nog even terugblikkend, puur ter educatie. Kijk, dit is een locatie. Want je weet, de formule die we hebben, dus trade, is locatie plus kleur plus risico. En wat is de locatie? Een locatie kan dus zijn een locatie in een oplopende trend of in een neerwaartse trend, rond die MA20. Dat is locatie. Of een locatie kan ook zijn een weerstand of een mogelijke steun. Nou, wat is een weerstand? Of wat is een potentiële weerstand, moet ik zeggen? Daar waar we een voorgaande flinke swing high hebben gezien. Nou, dat was een flinke swing high. Dat is dan in potentie een weerstand. Dus dit hebben we, check. Wat is dan die kleur geweest? Nou, de kleur, en daar ben ik ingegaan in de vorige vlog. Kijk die anders nog even terug. We hadden in principe als voorkeursscenario bullish. Tenzij we een clearing bar kregen die met kracht meerdere bars zou uitnemen. Nou, hoe noem je dit? Dit is precies zo'n clearing bar. Dus dat kijken we nog heel eventjes in wat meer detail. Kijk, dat zie je hier. Grote clearing bar hier. En dan vervolgens pullback tot 50% in deze bar. En dan vervolgens de daling. Zie je? Is echt textbook kleur, zou je kunnen zeggen, trigger price action beweging. Dus er was hier een mooie locatie, er was een mooie kleur. En op het moment dat je hier kijkt naar het risico, dit is jouw risico 2 op 1. Nou, dan zit je ongeveer op dit verhaal, dat klopt ook. Dus hier hadden we in principe in de Dow, ook in de Nasdaq en in de S&P, een hele mooie short trade. Nou, dus hoe nog verder? We gaan dus nu kijken, hoe gaan we nu omhoog? Gaat dat dus hard omhoog? Met een aantal dikke groene bars. Vergelijkbaar met wat we hier hebben. Of gaan we zien dat
dat we wat meer overlappende structuur krijgen zoals hier, dan zal dit waarschijnlijk leiden tot een lage top, die we dan dus in de volgende, op de volgende dag cyclustop kunnen shorten. En dat zal waarschijnlijk dan de opmaat zijn voor een mooie shortpositie aan de hand van die maandcyclus. Wanneer weten we overigens dat de bodem hier echt definitief gezet is? Nou, in principe als deze rode candle in één of meerdere bars zou worden uitgenomen, de huidige candle, of als we bijvoorbeeld maandag zo'n candle zouden krijgen en dan de high ervan gaan uitnemen. Nou, we gaan in de S&P zo meteen nog even naar de maandgrafiek kijken. Gaan nu eventjes kijken naar de Nasdaq. Goed, dit is de Nasdaq. Nou, in de Nasdaq daar zie je natuurlijk iets anders, want in tegenstelling tot de Dow, die een nieuwe high testte, of de vorige top testte, zien we hier dus een lagere top. We zien hier een lage top. Dus hier lijkt er heel duidelijk te zijn dat deze weekcyclus, waarvan ik ervan uitga dat het de weekcyclus is, dat die mogelijk al bearish van aard is. Wat je ook ziet, is dat deze beweging omhoog, kijk, dat die nu al voor zo'n beetje 2/3 wordt ongedaan gemaakt. Dat is ook niet heel erg bullish. Dus dit leidt ertoe dat ik ervan uitga dat de volgende beweging omhoog, dat die inderdaad ook tijdelijk van aard is. Mogelijk dat die hier rond die dalende MA20 al een halt vindt. En dat we dan vervolgens weer een mooie shortpositie kunnen meemaken. Dus voor swingtraders breken er denk ik hele interessante, hele mooie tijden aan. Waar we in de komende weken en maanden mogelijk een aantal mooie shortposities kunnen innemen. Dit bearish scenario wordt eigenlijk pas ongedaan gemaakt als we deze high uitnemen. Dus zolang we eigenlijk hieronder zitten, ga ik ervan uit dat dit het begin is van een nieuwe bearish trend, dat we hier een lagere top gaan neerzetten en dat we uiteindelijk ergens in deze zone terecht kunnen komen met de correctie. En wanneer zal het dan zijn? Nou, dan gaan we eventjes kijken naar de maandgrafiek, die we al vaker natuurlijk hebben bekeken. Even kijken, waar is die? Die hier. Kijk, dit is de maand. Even dit weghalen. Kijk, we zitten nu in maand 22. Dus je ziet ook heel mooi dat M-patroon. Kijk, M-patroon. Je ziet nu die topvorming en ik had in eerdere vlog al aangegeven, de grootste daling komt heel vaak als die double stochastics in de laatste fase zit. Kijk even hier met de cursor. We zitten nu zeg maar op een waarde van pak een beet 14. Nou, op het moment dat we hier ook op 14 zitten, kijk, dat was daar. Toen moest het feest nog beginnen. Zie je? Dus daar begint vaak de grootste daling. Dus ik ga ervan uit dat dit echt de top is van de maandcyclus en dat we nu inderdaad hier al een lagere trend inzetten en dat we nu een patroon gaan zien van lage toppen en bodems. En het minimale target, dat zou dan inderdaad een test zijn van deze zone, waar we dan ook die MA20 in de maand zouden gaan testen. Dus dat betekent, laten we zeggen, een 2000 punten. Ongeveer, dat is 1% of 10. Nou, dat is op zich niet schokkend. Kijk, op het moment dat je hier uitkomt, is die opwaartse trend, die lange termijn bull market, nog steeds intact. Maar 1% of 10 is toch voor swingtraders een heel aardig koersdoel, waar we dus op gaan inspelen, zoals ik zei, als we dus die lagere top zien op dagbasis. En waarom doen we dat? Waarom gaan we niet nu meteen short? Nou, dat is vrij eenvoudig. Maar als je nu short gaat, waar leg je dan die stop? Leg je hem hier? Leg je hem daar? Nou, en waar ligt dan je koersdoel? Nou, je gaat dan short naar een aantal bars neerwaarts. We zitten al dik onder die MA20. We zitten tegen het einde van een cyclus. Dit is gewoon een slechte timing. We willen eigenlijk zien dat we naar die MA20 toe gaan. Dat idealiter die double stochastics weer ergens hierboven staat over 3 tot 8 bars. En dat we dan zien dat rood-groen uitneemt. Dat zou dan een mooie setup zijn volgens de formule die ik ook net heb laten zien. Nou, S&P
lijkt een beetje, ja, zit een beetje tussenin, zou je kunnen zeggen. We hebben in de S&P niet de top getest, maar we hebben ook niet echt een lagere top gezet. Nou, dit is technisch gezien een lagere top, maar niet zoals bij de Nasdaq, dat die er echt beduidend onder zit. Dit is nog steeds conform het scenario van, of de analogie van 2007, waar we dus hier die dubbele top zagen. Nog even in herinnering roepende, ik laat het nog heel even zien, 2007... En niet dat de geschiedenis zich exact herhaalt, maar dat was meer om aan te geven wat kan de markt doen, om een open mind te houden als het ware. We hadden hier die grote correctie, zie je. We kwamen terug, zetten hier een nieuwe high neer. En toen, ik gaf al aan in de vorige weken, het is niet van belang of we net een nieuwe high of net wel eens niet is. Het gaat erom dat we hier zeg maar een soort dubbele top binnen een ruime marge zetten. Kijk, en toen kwam die grote bar naar beneden. Hier, dus eventjes even wat groter maken. Kijk, dus in principe hebben we nu dit gezien. Zie je, we hebben dus nu die dubbele top gezien. Waarbij we in de S&P er net onder stonden. In de Dow er net even dat getest hebben. Maar nogmaals, niet van belang. Nu zie je die grote week naar beneden. Ik verwacht in principe een kleine opleving. Dat is dan de dagcyclusbodem. En dan vervolgens naar beneden. Zie je, dit is eigenlijk het scenario wat ik verwacht. En dan minimaal een procent of 10%. Mogelijk meer, hè, dat zou best kunnen. Maar mijn scenario zou in principe zijn dat we 4800 testen. Dat betekent dus 600 punten. Pak een beet een procent of 10, 11. Maar wie weet gaan we wel 4600 of 4200, dat we die MA200 testen, dat weet niemand. Is ook niet zo van belang. Van belang is nu dat we een goede entry krijgen in een mogelijke short positie. En dat we dan die op twee manieren gaan managen. Namelijk op de korte en de lange termijn. Op de korte termijn, stel we krijgen dit. Dat we op een bepaald moment het risico eruit halen door op een bepaald niveau, als dit je risico is, winst te nemen en dat je met die winst in principe dit risico financiert en dat je dan de resterende trade hier kunt uitzitten naar beneden en dat je dan op de swing highs die er gaan komen, hè, want dit, als we dit doen, dan is dit natuurlijk in een kleine time frame in principe een neerwaartse trend, dat we dan op de volgende swings up, hè, want daar komen natuurlijk ook opwaartse correcties, dat we daar weer een nieuwe soort positie gaan innemen die we dan per saldo gaan vergroten. Nou, dat is de strategie. Ook hier weer, wanneer zou dit bearish scenario komen te vervallen? Nou, heel simpel, als je een nieuwe high maakt. Dus ga ik nu long op de mogelijke bodem? Stel, we zien dat deze bar wordt uitgenomen of dat we nou maandag zo'n candle zien. Nee, ik ga dan geen swing long positie innemen. Omdat dit voor mij nu echt bearish structuur is. En mogelijk dat ik dit hier moet herzien. Maar nogmaals, dat is niet erg. Dan heb ik alleen gemiste trade. Er zijn kansen zat. Wat ik wel doe, stel we krijgen hier zo'n bottoming tailbar maandag. Want ik ga er nogmaals van uit dat we maandag mogelijk die bodem zien. Tijdelijk. Ik ga hier wel, dat is even voor de optiekenners, far out of the money, wat kortere put opties schrijven. Al dan niet middels een put credit spread. Waarom doe ik dat? Omdat hier de implied volatility natuurlijk behoorlijk is opgelopen. En je bijvoorbeeld voor een put die medio oktober staat. En die staat zo'n beetje 10, 12, 15% lager. Krijg je makkelijk $1000. Kijk, en op het moment dat we even 3, 4, 5 dagen omhoog gaan. Al is het een beetje zo. Dan zie je dat de volatility gaat krimpen. En dat die put van 1000 naar 300 gaat. En dat is eigenlijk een snelle 700 per contract verdient, zonder nou al te groot risico te nemen. Maar goed, nogmaals, alleen als je wat vertrouwd bent met opties. Dus dat is een indirecte longpositie, maar niet long in die zin dat ik terreinwinst nodig heb. Dan, voor winst is het al genoeg als we een beetje hier blijven hangen, omdat die premie van die put, die natuurlijk is opgeblazen, omdat die en masse wordt gekocht als hedge, als verzekering, die premie loopt er dan gewoon uit.
Nou, dus dat is de strategie. Dus ik ga ervan uit, en dat is mijn observatie, dat we dus maandag zo'n beetje gaan bodemen. Dat we dan een aanzienlijk herstel krijgen. Misschien dat er één dikke groene bar tussen zit. Hè. Dat zou best wel kunnen. Kijk, hier zagen we ook zo'n dikke groene. Maar dat we uiteindelijk een lagere top gaan zien. En die lagere top, die wil ik dan gaan shorten. Om vervolgens aan de mooie correctie te beginnen. En dat is dus nu een andere fase dan wat we hier hadden. Kijk, dit was dus ook een hele mooie daling. Maar nu zitten we dus verder in die analogieën. Na die analogie, naar die tweede top, begon dus echt dit patroon. Nou, en dat is het patroon waar ik dus nu, zoals ik zeg, graag in de komende tijd, deze week mogelijk, op wil inspelen. Goed. DAX, zien we hetzelfde verhaal. Kijk, DAX, mooie test van de high. Een prachtige opwaartse trend overigens. Daar heb ik me echt over verbaasd. Die zie je zelden. Ik laat je dat even zien op uurbasis hier. Dat is echt een trend uit het boekje hoor. We noemen het ook een power trend. Dit is de uur. Moet ik even hier naartoe gaan. Kijk. Dit is dus de uur geweest hier. Dit is dus het herstel geweest van hier naar hier. Dus eigenlijk van die low van de augustus correctie. Of eind juli correctie al. Naar die dubbele high. Naar die test. En we noemen het een power trend. Dus echt gewoon een stap omhoog. Klein stapje terug. Je kunt je echt. En ik doe dat niet. Ik gebruik dat niet. Maar je zou hier echt een schuine lijn kunnen tekenen. Waarlangs die afloopt. Kijk. Hier, en dan wordt die trend steiler. Kijk, dan zie je keurig hoe die hier afloopt. Nogmaals, schuine lijnen vind ik flauwekul. Want je hebt heel veel raakvlakken en dan komt je er weer doorheen en niet. En discussie apart. Maar het geeft even aan hoe mooi zuiver deze trend is. Hè. Dat wil ik daarmee even laten zien. Maar je ziet ook, wanneer komt een trend ten einde? Als je twee dingen ziet. Break of structure, dus marktstructuurbreuk en geweld. Nou, kijk eens even naar het einde van deze trend. Hier zagen we dus allemaal nog beweging omhoog. Kijk, vervolgens zien we eerste aanwijzing, dubbele top. Hoge bodem, niks aan het handje. Lager top, break. Kijk, en hoe noemen we dat? Een 1, 2, 3. Nou, vervolgens, dus je weet dat hier de distributie begint. Vervolgens hertest van de high, hè? Want je weet dat bij distributies dit patroon loopt inderdaad vaak zo. Je hebt een failed break naar beneden en dan een failed break omhoog. En dit was het ultieme, hè? Dus even voor de liefhebbers en ter lering en vermaak om dat in toekomst te herkennen. Voel je vroegtijdig een draaipunt herkend. Kijk, hier de break. Van de range, de fail break en dan vervolgens deze candle. En we noemen dat eigenlijk een grote, men noemt dat ook een engulfing candle. Hij neemt een heleboel candles uit. Ik noem dit een clearing candle. Hij cleart, hij poetst eigenlijk al deze candles in één keer weg en komt daarmee onder die MA20. Dit is het ultieme 5 sterren short signaal. Een clearing candle. Na ook nog eens een keer een failed break, maar dat hoeft niet per se, maar een clearing candle die dan onder de MA20 sluit en daarvoor een minimaal 5 of meer candles uitneemt. Dit is het ultieme puntje om short te gaan. En kijk even, als je dus weet wat je zoekt, je hebt 100 punten risico en inmiddels, kijk, pak je gewoon 4 R's. Zie je? Ja, prachtige trade. Minimaal, want we staan nu inmiddels al op meer R's, op 6 R. Dus dit is gewoon een prachtige trade. Dus even ter lering en vermaak. Dit zijn gewoon hele belangrijke lessen. En dat is altijd mijn idee. Maak aantekeningen als je deze vlog leest of bekijkt. Want ik geef heel veel van dat soort tips weg. En daar kun je echt een goed boekje mee vullen. En ik denk dat je portemonnee je dankbaar zal zijn als je dit soort technieken gaat toepassen. Goed, even weer de weekgrafiek. Dus in principe gaan we dus vanuit van hetzelfde
scenario hier, lagere top, maandag mogelijk de bodem, op zoek naar lagere top en dan vervolgens minimaal ergens in deze zone 16 rond, 16,5, zoiets. Nou, laten we zeggen ook een procent of 10 lager dan dit niveau in de komende 2 tot 3 maanden. Goed, dan gaan we naar Bund en olie. Bund, een redelijke week. Wat had ik aangegeven in de vorige vlog? We zoeken hier een bodem. En idealiter vinden we die bodem rond de vorige highs. Hè, want die bieden natuurlijk in principe steun. Nou, dit is de vorige high. Daar komt die bodem. Vervolgens heb je hier een mooie omkeerkandel. Dit is je long. En kijk even de vlog terug. Dit is precies zoals ik aangaf. Als het dus niet, dit is geen voorspelling, maar ik gaf aan als de setup, als het er zo uitziet, dan is dit een long trade met als koersdoel 138. Nou, ik zit inderdaad long hier. Ik heb hier mijn stop, dus een ongeveer stop van 1000 euro per punt. Nou, ik heb maar één contract, dus dat is makkelijk. En dit is mijn koersdoel. Wil je overigens een wat kleiner contract, want een kleiner contract bestaat niet, maar wat minder volatility, dan kun je ook kiezen voor de Bobel. Dat is deze. Kijk, die heeft wat minder volatility. Die loopt zeg maar één punt als het ware is eigenlijk een halve in de Bobel. Dus die heeft wat minder bewegelijkheid. Wel zelfs een contractgrootte, maar is beweegt over het algemeen ongeveer de helft van de Bund. Goed, dus Bund in principe bullish. Olie dan, crude, daar ben ik en was ik bearish. Want wat gaf ik aan? Ik ga ervan uit dat we in een bearish weekcyclus zitten, die hier is begonnen, en dat we de onderkant testen van deze zone, ergens rond de 60, 64, check. En wanneer zouden we dan short kunnen? Dat had ik ook aangegeven, onder die groene bar. Hier onder die groene bar, daar gingen we maandag, kwamen we eronder. Dit was het punt van de short, hier ligt je stop. Inmiddels checken we al een aantal R's af. Dus ik zit hier nog steeds short, heb je wat winst genomen. Dit is het volgende punt waar ik mijn positie deels ga sluiten en probeer dan hier voor de rest nog uit te gaan melken. Dus Bund positief en crude nog steeds negatief, waarbij ik zeg, nou nu hoeft het even niet meer, dus nu geen nieuwe positie. Dat had je echt dus gewoon hier moeten doen. Waarom? We staan nu relatief ver van die MA20 en je staat ook in potentieel steunzone. Kijk, dit zijn allemaal vorige lows die in principe mogelijk als steun kunnen fungeren. Dus nieuwe shorts niet interessant, omdat risico versus rendement niet opweegt tegen elkaar. Nu proberen gewoon uit te melken. Dus dit is nu mijn stop. Als we hierboven komen op dagslotbasis, dan met de resterende positie, dan is het klaar. Dan ga ik ervan uit dat er hier een bodem is. En ik probeer inderdaad nog wat hier meer uit te knijpen. Als we inderdaad nog de onderkant van die zone gaan testen. Goed, dan gaan we naar het goud. Goud, ook interessant, heeft niet zo heel veel gedaan deze week. Zou kunnen zeggen, dat is bullish. In die zin, dit was een bullish grote groene candle. En hier hebben we wat inside bars. Je kunt ook zeggen, nou, dit is een vlaggetje hier. Zo, vlaggetje. En meestal worden dit soort vlaggetjes aan de bovenkant uitgenomen. Oké, maar double stochastics helemaal bovenin. We zitten relatief ver boven de MA20. Is allemaal niet zo heel erg lekker voor een nieuwe longpositie. Dus waar ik naar kijk, is eigenlijk het volgende. Kijk, je ziet hier op dagbasis. Hier, die highs. We zitten hier eigenlijk in een soort range. En ik zoek dus voor een mogelijke short naar structuurbreuk. Wanneer krijgen we die? Als we hieronder komen. Dus als we volgende week, als zeg ik, hieronder komen,
Dan heb je structuurbreuk, dan heb je echt eens 1, 2, 3 hier. Dan ga ik short hierboven met als minimale target zeg maar de MA20. Want als we even kijken naar de maandgrafiek in het goud. Even 6 maanden, dus hier is de maandgrafiek. Kijk, dan tellen we nu. Zo'n beetje. Nou, afhankelijk waar die low is. Volgens mij ligt die exacte low hier, is ook niet zo belangrijk. 23 bars. Kijk, dat is best wel een oude cyclus. Lijkt een beetje op dit verhaal. Ver boven de MA20 in de maand, echt ver daarboven, is dus qua locatie voor een swing long echt niet meer lekker. Stel, we zouden gewoon hier structuurbreuk hebben en je corrigeert gewoon simpel naar die MA20. Gewoon mean reversion, zoals we dat heet. Kijk, dit. Dan betekent dat een potentie van $300. Ook een procent of 10, ruim 10, 12. Nou, dat is een mooie potentie waar ik voor teken. Dus hier hou ik in de gaten. Als we hier onderbreken in het goud, ga ik short voor een grote correctie richting die $2200. Ten slotte, Bitcoin. Nou, Bitcoin, weet je, ik gaf aan, de kans is reëel dat Bitcoin nog één lelijke uitschiet maakt in deze maandcyclus. Dit is de maandcyclus. Je ziet ook hier, we hebben dat besproken bij de aandelen, de grootste dalingen ontstaan vaak als dat ding, die Dabba Stochastics, helemaal onderin is. Kijk even met me mee, hier. Hier, dus we zitten nu op een waarde van 10, 8. Waarvan je denkt, oh, dat is bodem. No way. Kijk, hier zitten we ook op 10 zo'n beetje. Kijk, vanaf hier gingen we nog dalen naar hier. Dit is 10. Kijk, hier kwam eerst inderdaad een opleving. Oké, hier werkt het niet perfect. Hier, 10. En hier vervolgens nog een daling van 50%. Ik zeg niet dat we 50% naar beneden gaan, maar ik zeg wel dat ik ervan uitga dat de kans echt reëel is, en reëel is voor mij groter dan 50%, dat we de low nog niet gezien hebben. Zeker niet als we ervan uitgaan dat de aandelen 10% neerwaartse correctie hebben. Bitcoin heeft tot nu toe laten zien niet zich los te kunnen maken daarvan. Met andere woorden, als de aandelen naar beneden gaan, dan zie je dat dan is er een zoektocht naar cash, naar security, naar veiligheid, en dan ga je niet in Bitcoin zitten. No way. Niet nu, misschien over een paar jaar. Nu even niet. Dus ik ga ervan uit dat we hier nog een lelijke spike naar beneden krijgen. Nou, waar zou dat naartoe kunnen? Dit zou kunnen. Dit is wel heel erg bearish. Als dit is, dan neem ik een tweede hypotheek op, bij wijze van spreken. Maar ergens rond dit niveau, 46, zoiets. MA20 in een maand, zou best kunnen. Misschien even undershoot. Overshoot kun je beter zeggen, om even nog wat losse handjes uit te schudden hier, zwakke handjes, de weak hands, zo'n beetje 46, 42, zo'n beetje, dat zou best kunnen. Dan heb je een normale correctie, want nogmaals, dit is op logbasis. Het lijkt allemaal dramatisch, maar kijk eens even naar dit plaatje. Dit is waar we in deze huidige bull market zijn begonnen. Dit is een test van de vorige high. We zitten nu hier. Nou, op het moment dat we, laten we zeggen, voor mijn part, stel we gaan hier naartoe, ik noem maar wat. Dit is nog steeds een hele normale correctie. Kijk, hele normale correctie. Ook hier gingen we van 64 naar 32. En daarna nieuwe high. Zie je? Dit hoort nou eenmaal bij de volatility. Dus ik ga ervan uit dat we in de komende maanden betere instapkansen gaan krijgen dan nu. Betekent het nu dat je short moet? Dit is voor mij geen markt om short te gaan. Ik zie Bitcoin als een lange termijn investering. En ik vind deze markt eigenlijk te grillig, te volatiel om korte termijn posities in te nemen. Maar dat is mijn idee. Kijk, want we hebben hier swings van dit soort orde. Nou, dat betekent aan de longkant en aan de shortkant.
En je kunt correct zitten. Hè, want kijk, we gaan uiteindelijk naar beneden. Maar ondertussen, als je short zit. Kijk, nou, dit kost je bijna de kop. Dit kost je bijna de kop. Afhankelijk van je leverage. Uiteindelijk staan we gewoon lager. Maar ja, dit vind ik persoonlijk niet lekker. Iemand anders vindt dit misschien wel fijn. Maar ik vind dit niet prettig. Dus voor mij is Bitcoin long only vanuit een langer termijn perspectief. Denk dus dat je op dit moment met deze visie betere kansen hebt over een aantal weken tot maanden. Ergens inderdaad rond in dit venstertje tussen 38 en 46, pak een beet. Wanneer wordt dit scenario in principe ongeldig? Nou, dat heb ik ook al in eerdere vlogs aangegeven. Als we weten dat de maandcyclus bodem gezet is. Wanneer weten we dat? Als we eindelijk op maandcyclus basis, dus met een mooie dikke groene bar, zoiets, de vorige twee candles uitnemen. Dus dan zitten we net onder die high, ergens rond 66, 68, pak een beet. Als we een mooie dikke groene candle hebben, dan weet je, nou, nu wordt die maandcyclus gezet en dan kunnen we inderdaad flink hoger. Maar nogmaals, ik ga ervan uit dat we hier uiteindelijk nog beduidend betere instapniveaus gaan meemaken. Dus conclusie, we hebben denk ik in de aandelenmarkten zien we topvorming als bewijs dat die maandcyclus top gezet is. Dat we in een distributiefase zitten. We houden nog steeds de analogie aan van 2007, zoals ik die al weken geleden heb aangegeven en uitgelegd. En ik wacht nu op een bodem, verwacht dat die bodem morgen wordt gezet. En laat dat voor mijn part dinsdag zijn, dat is allemaal niet zo belangrijk, maar dat die bodem leidt tot een lagere top. En we proberen die lagere top, misschien in deze week, of misschien begin volgende week, niet volgende week, maar de week daarna, te gaan shorten en dat we daar een shortpositie kunnen gaan opbouwen in de aandelen. Bond, bullish en goud in potentie bearish, als dus die 1, 2, 3, die marktstructuur op dagbasis wordt gebroken. Olie, bearish, maar niet interessant genoeg voor nieuwe posities, heb ik uitgelegd, gewoon trailen. En Bitcoin, lange termijn bullish, korte termijn bearish, wachten op betere instappunten. Als je zegt, nou, ik wil graag bijkopen of je wilt voor het eerst investeren, heb ik ook net uitgelegd. Dus ik denk, duidelijke taal hoop ik. Als jullie dit waarderen, geef even een dikke like en ik zie jullie dan graag tot volgende week, volgend weekend terug. Tot dan.